Wegwerkers zijn vandaag begonnen het beton te storten voor een moeilijk puzzelstukje in een nieuwe fiets- en wandelroute. Deze suikerzijderoute wordt een nieuwe verbinding tussen het oude suikerunieterrein en de binnenstad. Waar nu aan gewerkt wordt is een nieuw spoordek. Dat is nodig om op deze plek een fietstunnel onder het spoor door te maken. Zo wordt dit terrein veel beter bereikbaar. Op het oude suikerunieterrein moet namelijk een wijk komen met scholen, bedrijven, instellingen en 5000 woningen. Dus is een goede fiets- en wandelverbinding noodzakelijk. Nu fiets je eigenlijk helemaal via de meubelboulevard over die tijdelijke bruggen naar het suikerterrein. Straks kun je echt vanaf de stad zo langs de Hoendiep het voorterrein op fietsen. Dus dat scheelt een heel stuk fietsen en dat maakt een hele mooie verbinding met de binnenstad. Op 1 en 15 april en tussen 29 april en 5 mei rijden er vanwege de werkzaamheden geen treinen op dit traject. Daar zijn 3 buitendienststellingen voor nodig. Aankomend weekend hebben we de eerste, waarbij we het spoor gaan verwijderen en een damwand gaan aanbrengen en palen als fundatie voor dit spoordek. Dan hebben we het weekend van 15 april, doen we een soortgelijke actie, ook het spoor wordt weer verwijderd. Dan komen er ankers in het spoordeel. En vervolgens in de meivakantie hebben we een 5-daagse buitendienststelling, waarbij dit dek, wat dan al uitgehad is, op zijn plek wordt gereden in de spoorlijn. Het kunstwerk wat onder het spoor en de ringweg doorgaat, moet geen smalle, enge tunnel worden. Dus het verschil is eigenlijk dat die heel breed is en daarmee ook sociaal veilig. En dat je ook niet steeds een dak boven je hoofd hebt, maar dat je hier op deze plek ook weer een open ruimte hebt. Dus je hebt steeds korte stukjes waar je onderdoor gaat, zodat het ook echt wel prettig is en ook mooi eruit ziet. De nieuwe suikerzijderoute moet over 1,5 jaar klaar zijn.